Zo, ik ben nou richting naar mijn werk. Ga ik een kattengent halen. Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Van der Pas, zoals iedereen weet. Ik ben al een tijdje wakker, maar ik heb een beetje dingen op de computer gedaan. En ja, mijn vader komt zo langs voor gezelligheid. En ik doe even gelijk gordijn open. Even lekker. En ga ik de wachten op hem. En dadelijk even die wasje opruimen. Moet ook even gebeuren. Deze doe ik even in de was. Want er zit En dan ga ik even hier een beetje daar opruimen. Dus. Want het moet ook gebeuren. En Kanya heeft een hele kattenbak onder gescheten. Oh. Het is wat allemaal met Kanya. Ja, ik vind het niet zo goed om te laten zien natuurlijk, maar... In ieder geval, morgen ga ik dit even allemaal opruimen. Ik bedoel, morgen. Vanavond ga ik dit even allemaal opruimen. En... Ja. Je maakt een troepje hiervan hier zo. Vandaag ook even stofzuigen en dweilen. Want daar heb ik al gezien dat heel groot vies vlek zit. Dat ga ik sowieso schoonmaken. En nu maar ook wachten op mijn vader. Ik ben benieuwd. En even wasje niet opruimen. Dan ga jullie wel zien. I need to know if you'll give me a second chance. They don't come on often, but please, you know I can't stand it. When you don't talk to me, when you don't talk to me, yeah. There's something inside, yeah, there's something inside that brings me back to you, yeah. Zo, ik heb een beetje wat hier dingen daar en daar, hier en daar wat dingen opgeruimd. Maar er moet nog meer gebeuren, want deze dingen hebben we afgehaald. Ziet er sowieso wat mooier uit. Voor iets wat ik niet kan vertellen nogmaals. Mijn vader is even lekker langs geweest. En toen hebben we een beetje te kletsen over alles nog wat. Een beetje privé dingen. Dat heb je ook wel eens. En toen zei mijn vader ineens, het is eigenlijk hier benauwd. Toen heb ik lekker even een raampje opgezet. En ja, en zo meteen ga ik naar de kapper. Maar even deze keer ga ik even niet vloggen. Ga ik even wel laten knippen voor, en dan ja. Ik heb er wel even zin in, snel even een kappertje. Echt wat mooier, want ik was sowieso al een keer verplant, maar haar wordt echt lang. En ik heb een super leuke reactie gehad en dat is dit. En dat vind ik super tof om te horen. En dankjewel in de voor die reactie. Ik vind het super tof. En dat had ik ook gereageerd van super tof. Leuk om te horen. En dat is sowieso mijn instelling. Dus jullie vooral genieten van deze vlog. En laten zien wat ik allemaal ga doen. Mijn dagelijks leven is. Maar niet altijd kan ik die dingen vloggen. En soms weer wel. Ligt eraan. Ja. Maar ja, nu in ieder geval wel. En... Maar dadelijk even bij de kapper niet, want ik dacht, nou, dat is ook wel iets privés. Gewoon even een keertje, even snel naar de kapper. En ik ga nu even oefenen een beetje met mijn rechterhand nou ook te vloggen. En het doet nu al een stuk minder pijn dan eerst. En dus dat. Snel even nog even afwasje doen. Schoonmaken en dweilen. Voor morgen. En dan heb ik al een beetje al gehad. Alleen eigenlijk, dat is gewoon spullen die daaronder staan. Daar, ja daar. Die moet opgeruimd worden. En dat zijn schoenen en slippers en sloffen. Die ga ik sowieso opruimen. En als het goed is,
is nou mijn was in een droger hier beneden. Dus als er begeleiding is, ik weet niet of iemand is beneden. Maar dan kan ik even kijken. Dan ga ik even ophalen. Maar dan ga ik eerst naar de kapper. En nou, stof zijn gaan dweilen. Misschien daarna dat ik ga halen. En dan dus dat allemaal. En lekker handig. Mijn kattenbak zo vies. En als ik al wat kattenbak zo vies is, of misschien voor Ganja gevoel, geen ruimte. Het daar zit te pissen en ik heb gelijk zo schoon zitten maken. Dus ik zag het al op de grond liggen. Wat is dit nou? Ja. Kan je een keer gebeuren? Kan een keer op mij overkomen? Kan Ganja een keer overkomen? Hé Ganja? Hij zit te kijken van, hij ligt daar op de grond. Nou, ik ga sowieso even kattengrind dadelijk halen voor Ganja. En dan alles schoonmaken hier zo. Naar de kapper even spullen halen. Kattengrind halen. Zo, ik ben nu richting mijn werk. Ga ik even kattengrind halen. Vuilniszak en plastic zak ga ik even allemaal halen. Want toen is het wel nodig, want sowieso kattengrind dan voor Ganja. En dan ga ik nog vanavond boodschappen doen met Rick. Na eten denk ik, of als hij thuis is. Een van de twee, ik zie wel. En dan gaan we dat nu zelf naar de supermarkt. Ga ik even dat kattengrind halen. Dus laten we dat even snel doen. En wat is er prachtig weer. Net lekker bij de kappertje geweest. Het kappertje hebben we geschoren. En sowieso een dikke shout-out naar de scissors. Omdat ik daar heb laten knippen. Want zij hebben eigenlijk een soort van gekregen om een baard te laten doen. Dat is echt lekker. En wat is ongelooflijk lekker weer. Ik weet niet hoe warm het is. In ieder geval warm. Ik ga even kijken hoe warm. Dus hij geeft nu aan 22 graden. Maar ik denk dat het warmer is dan 22. 25. Wat ik al zat te gokken. Dus, maar ja, gaan we nu even snel naar de supermarkt. Ga ik even de spullen halen. Ik heb net even eten klaargemaakt in Magatron. Want dat moest ook weer gebeuren. We zitten er nu in. En kan jij eten geven. En ja, een beetje hier en daar opruimen. Gestofzuigen, echt wat. En ik ben blij met mijn kapseltje. En ja, blij dat de baard een beetje is gedaan. Want het is wel nodig voor wat aankomt. Ik kan nog steeds niet vertellen. En ik kan niet wachten. En ik ga nu maar even dadelijk lekker eten. En dat ze eten vergissen. En er was spruitjes, spek en uitjes. Dus ja. Dus vandaar. Ik ben klaar met eten. Ik heb op tafel neergezet. Ik heb zo snel gegeten dat ik gewoon spurt. Maar ik heb even afgedroogd, omgespoeld die bakje. En nu ga ik het even alles schoonmaken. En ook letterlijk alles. Die kan daarheen, die ga ik afwassen. Nu ga ik letterlijk alles afwassen hier zo. En ja, dat is. En ik doe deze in, want met stofzuiger heb ik die eruit gehaald. En ik denk, het moet even een beetje opgeruimd worden. Deze leg ik hier weer. Met bloemen ook erbij. Want morgen komt er in zijn super dag. Wat ik nooit ga vergeten, denk ik. En vooral, ja, verder kan ik niks zeggen. Dus, ik denk dat ik in ieder geval niet ga vergeten. Dat is het enige wat ik kan vertellen. Verder kan ik niks vertellen. Houd het hierbij op. Maar we gaan even nu de afwas doen.
snel het half uur geweest en ik ga lekker slapen. Jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Morgen heb ik een hele lange superleuke dag wat er gaat komen. Wat ik nu wil zeggen is jullie allemaal bedanken nogmaals voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blauw duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Het zou tof zijn als je hier beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijken in een gewoon nieuwe vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij later. Ik heb dit weer.